Hallo? Hallo. Een beetje onwennig zit ik hier aan tafel. Waarom? Omdat ik iets ga doen wat ik totaal onbekend in ben. En misschien zelfs wel een beetje sceptisch in ben. Maar... Sceptisch ben ik niet. Nee, dat zou mooi worden als jij sceptisch bent. Ik heb wel het moment dat ik denk van, Ja, dat is toch altijd een gevoeletje dat je denkt, zitten we goed of zitten we fout? Ja, nou dat weten we niet. Nee. Waar hebben we het over? Dit is Cindy. En Cindy is zo goed geweest dat ik bij haar langs mag komen. En we gaan vandaag kijken of we een bepaald soort gevoel, paranormale lading, ik noem het maar zoals je het wil noemen, kunnen gaan geven aan bepaalde bodemvondsten. Ik heb bodemvondsten gedaan en soms zeg je van, nou dat is een knoop. Nou, makkelijk, knoop zit aan je zakdoek. Nou nee, knoop zit aan je broek. Knoop zit aan je broek of aan je hemd. En dat is hartstikke leuk. Dan kan je een datum aan geven omdat de achterkant van de knoop dat weggeeft. Of omdat het plaatje op de knoop dat weggeeft. En je legt hem in de kast en dat is klaar. Maar je hebt wel eens bodemvondsten waarvan je nieuwsgierig bent. Van, wat zit er nog iets achter? Is er een verhaal bij? Is het van iemand geweest en is het bewust verloren of onbewust verloren? Eindig kan je fantaseren natuurlijk. Cindy is iemand met, hoe zeg je dat, enige paranormale gaven? Enige, ja. Ja? Zeker wel. Ja. Ja. Nou, ja. Ik probeer het een beetje voorzichtig uit te drukken. Ik ook. Normaal gesproken doe je? Normaal gesproken doen wij paranormale onderzoeken. In verlaten gebouwen of bij mensen thuis. Ghost Seekers Holland. Yes. Dus, zijn jullie na deze video nieuwsgierig geworden? Kan je altijd even kijken op Ghost Seekers Holland. En ze hebben ook een YouTube pagina. Met binnenkort een nieuwe video, zag ik. Ja. Ik heb het een klein beetje voorbereid. In zoverre dat je hier geen script voor kan schrijven. Nee. Je kan niet zeggen van nou, we gaan het zo of zo doen. Dus we zijn gaan zitten en we gaan er gewoon maar voor. Ik was wel zo sceptisch dat ik niet meteen open en bloot alle vondsten wilde laten zien. Want bij sommige vondsten kan je meteen een heel prachtig verhaal vertellen. Dus ik heb een handje vol met dichte enveloppen en die ga ik straks gewoon voor Cindy neerleggen. En dan ga ik eerst maar eens even gesloten kijken of je er iets bij voelt of dat je denkt van nou, dat lijkt me een interessante. Gewoon, ik weet niet of dat zo werkt hoor, dat heb ik zelf bedacht. Maar... Nee, ik vind hem helemaal prima, ik ga mee in jouw Ik denk dan geven we het niet meteen in één keer weg. Nee. Dan gaan we eerst eens even kijken hoe het zit. Ik weet ondertussen ook niet meer wat in welke envelop zit. Dus ik ga ze gewoon neerleggen. Zal je ook ergens een winnende staat voelt in? Ja, absoluut. Oh, dat is fijn. Waarom leg ik die maar weer andersom? Kan ik niet tegen. Ja. Ja. Voor nu zijn het gewoon witte enveloppen. Ja. Is het mogelijk dat je zo vanuit de envelop wat zou... Ja hoor. Ja? Gaan ze helemaal niet open? Ja, zeker wel. Oh, oké. Okay. Ze mogen natuurlijk mogen ze open. Oh, dat zou het zijn. Ja, het zou voor de kijkers ook wel heel naar zijn als ze dicht blijven. Ja. Maar mijn eerste gedachte was van, nou, pak er maar eens een waar je het meeste bij voelt. Pak er maar eens een waarvan je denkt van, nou, het kan natuurlijk zomaar zijn dat de vondst ertussen zit. Of misschien allemaal wel waar je zegt van, nou, daar voel ik helemaal niks bij. Pak je meteen de leukste? Ja. En waar baseer je dat op? Heb ik het ook een beetje over de zwaarte. Niet over het gewicht van het voorwerp. Ja. Maar wel over... De beladenheid ervan. De beladenheid ervan, oké. Okay. Ja. Niet te hard knijpen, want dat kan ook wel eens heel breekbaar zijn. Oh, ja. Je hebt ze ook echt dicht geplakt. Nou ja, even een likje opgegeven. Altijd. Is dat gek? Nee hoor. Nou, ik kan me voorstellen... Nee, ik zeg nog even niets. Maar ik kan me voorstellen waarom deze het meest beladen is. Ja. Deze kant interessanter dan deze kant. Even kijken. Ik kan me ook goed voorstellen. Ik ga je straks uitleggen wat het is en wat erop staat.
Of wil je dat helemaal niet weten? Nou, nu nog niet. Want ik ga het eerst even zelf proberen. En met recht wat echt proberen. Ja, dit is wel duidelijk. Het is een deel van. Ja. Dus ik mis een groot stuk hiervan. Eromheen, ja. Zeg maar. Ja. Het heeft twee kanten. Voor het geval dat jullie het nog niet kunnen zien, het heeft twee kanten. Ja, nou, daar hoef je niet paranormaal voor te zijn. Nee, hè? Dat is ook zo. Ik ga dan lekker bij de hand lopen doen, Flip. hetgeen wat wel paranormaal is, is de tekst die eromheen staat. De spreuk die eromheen staat aan deze kant. Die mis je aan deze kant. Ja. Maar het is wel een goed kantje en een slecht kantje. Ja. En dit lijkt wel verloren door sowieso iets ouds in de familie, want dit is niet iets van deze tijd sowieso. Maar het, dus jij denkt dat het doorgegeven is? Ja, het is een soort van familie-erfstuk wat in ieder geval vanuit een kerk of iets gedoneerd is, waardoor er... Nou, ik vind het knap van je. Hoe zeg je dat? Het voelt ook heel beladen, doordat je... het is gegeven als een stuk van bescherming voor iemand. En dat is dan meer uit het feit van iemand die slecht was of iets slechts gedaan heeft dit gekregen als een bescherming, waardoor ze uiteindelijk het goed weer konden gaan zien in het leven, zeg maar. Maar dat is niet helemaal gelukt. Nou, ik vind het wel heel, heel knap van je. Ik sta echt te kijken. Ik sta echt een beetje verbaasd. Serieus? Ja, ik weet exact wat het is, namelijk. Nou. Het is een, and like me. Het is een pelgrimsplak. Okay. Veel kijkers van jullie hebben het misschien al een keer voorbij zien komen. Want ik ben er ontzettend trots op. Het is echt, dit is wel een beetje de holy grail of van het zoeken. Oh, dan zijn we al meteen klaar. Nou, nee, er liggen nog wel meer mooie stukken tussen, hoor. Maar het is een pelgrimsplak. Aan deze kant, ik moet even aan de goede kant beginnen. Aan deze kant zie je de verleiding. Mm-hmm. Dit is de vruchtenboom. Mm-hmm. Je ziet hier Adam en Eva. En het deel wat mist is dus hetgene waar ze verleid worden. Mm-hmm. Maar met dit zwaard worden Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs. Want ze hebben slecht gedaan. Want ze hebben van de appel gegeten. Ze hebben niet geluisterd. En wat je dus ook ziet is aan deze kant zie je dat... dat ze gewoon, ja, je ziet het bijna niet meer. Maar mm-hmm. Dit is de verleiding en dit zijn Adam en Eva. Maar je ziet dat ze eigenlijk gewoon normaal staan. Ze staan gewoon open en bloot staan ze. En aan deze kant is de schaamte toegetreden. Je ziet dat hij zijn hand voor zijn kruis houdt. Zij houdt de handen voor de borsten. En je ziet ze een beetje rennend, een beetje vluchtend achterom kijken naar de engel. Ja. Die ze dus verjaagt. Een heel lang verhaal, maar ik vond dat je... Echt wel heel dichtbij zat. Okay. De kans dat deze, want dit stamt uit de middeleeuwen, mm-hmm. De kans dat deze in de Amsterdamse stort vanaf de middeleeuwen terechtgekomen is, nee, is nihil. Is nihil. Want Amsterdamse stort waar ik het gevonden heb is 16, 17, 1800. En dit is 12, 13, 14, max 1500. Ja. Dus het moet doorgegeven zijn, ja. Inderdaad. Ja, generatietje, erfstukje. Ja. Ja. Ja, ik ben heel nieuwsgierig, want dat zei ik net al even snel tegen je tijdens de break. Ja. Er zit er één tussen die mij niet zo fijn voelt. Oké, nou pak hem maar. Nee. Dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik moet hem straks onbehagelijk weer mee naar huis nemen? Kan. Nou, dan heb ik liever dat je hem wel pakt. Ja, 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 dat begrijp ik. Welke is het? Die. Die? Ja, en deze. Nou, die begrijp ik niet. Deze zou kunnen. Dit zou eigenlijk heel leuk moeten zijn. Maar nogmaals, ik heb hem natuurlijk helemaal naast zitten. Mm-hmm. Ja, ga je toch die pakken? Ja, okay. Speciaal. Ja, maar die was het toch? Ja, en deze. Oh, die ook. Ja.
Er zijn nog, die begrijp ik, maar die niet. Die is niet stiekem van jullie, hè? Nee. Nee, hij is niet. Hij is totaal onbekend. En hij is... Wil je eerst de leeftijd weten of wil je nog even niks weten? Nee, ik wil nog even niks weten. Oké. Okay. Maar geef me even 1 minuut de tijd. Goed? Ja. Ploep, weg ben ik. Je raakt er helemaal een soort van emotioneel van. Ja, er zit heel veel verdriet aan. Hij is verloren. En hij, of zij, of het, hoe je het noemen wil. Degene van wie hij was, die heeft wel onwijs veel narigheid meegemaakt. Logisch kan je het hebben in die tijd natuurlijk. Iedereen maakt wel eens de narigheid mee in zijn leven. De een te veel dan de ander. Zoals ik al zei, het is verloren. Het is nooit gedragen door iemand anders, lichamelijk, zeg maar. Dus niet zoals ik nu doe, zeg maar. Dat is niet het geval geweest. Denk meer aan dat het in een broekzak zat van iemand, of dat het, ik weet niet of ze toen de tijd al rond een ketting deden, maar in ieder geval van wie diegene van wie het is, die heeft heel veel verdriet gehad. Maar verdriet om de ring of om? Nee, verdriet in het leven zelf, vlak voordat diegene ging. Oké. Alleen waar de kunnen wel eigen juwelier beginnen. Ja, alleen die was van goud. 20 plus karaat. Dus mocht ik hem kwijt willen, dan kan ik hem altijd nog verpatsen. Deze is van... Wat is dit? Sta. Nee. Dit is een bronslegering. Oh, brons. Wist ik. Oké. Ja. En die is een 200 jaar ouder als deze ring. Ja. Ook hier weer. Ploep. Ja. En ondanks dat het net zo groot is, is dit echt een herenring. Ja, dit is zo'n pink zegelring ding. Is dat een woord? Pink zegelring ding? Een ping, 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 ping. Ja. Ping, 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 ping. Nou ja. Ja, ik word een beetje zenuwachtig van je. Nou zeg. Ja, je zit zo lang ernaar te kijken en dan jou... Ja, maar wat denk je? Jij zegt niks dan, hè? Dan kijk je en dan zit ik. En dan zit ik al met mijn ADHD-gedachte. Moet ik dan alles erin laten? Hoe lang ze nadenkt? Moet ik daar dan een timertje boven zetten? Of moet dat kan het, wel. Tik-tak, 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 tik-tak. Moet ik het even wegknippen? Nee, je moet er wel niks wegknippen. Ja? Ja. Ik zit er altijd zo ervoor. Met die. Oh. Maar dat maakt niet uit. Ik heb gelukkig die. Ja. Je wil nog maar niet in beeld. Beeldvullend. Ik, Niks. Nee, schrijven. Nou, kan heel goed. Ja, zelfs. Ik kan er wel een heel leuk verhaal van gaan lopen maken, maar ik heb, nee. Dit is een pink zegelring. Ding. En het feit dat op de zegel al helemaal niet staat, zegt al dat het in ieder geval niet interessant genoeg was om de zegel ermee te sluiten met een initiale of met een wapen. Ja. Dus dat zegt al iets over de status van degene die hem gedragen heeft. Vaak was dit ook niet meer dan decoratief. Nee. In de Romeinse tijd werden deze ringen met deze legering wel door echte statuslieden. Maar dat was meer omdat dat waren soldaten en die konden niet allemaal gouden ringen dragen.
Later is het meer een soort statusding geworden. Een soort aanvulling op je hand. En daarom kan het ook heel goed zijn dat je er niks bij voelt. Nee. Want het is, ja... Sorry. Nee, geen sorry. Ik ben blij dat je niet dat overal... Dat er ook hier is tussen zit wat niks... Ja, ik ben blij dat je niet overal wat van kan zeggen. Nee. Maar goed, de keuze wordt wel steeds kleiner. Nou, daar zal het winnende staatswoord in zitten. Degene waar ik het meest nieuwsgierig naar ben... Ja, is toch die? Ik weet het. Nee? Nee, dat is deze. Nee, ook niet. Nou, dat is dan jammer, maar ik pak toch deze. Jammer. Cliffhanger. Cliffhanger, ja.